Je bedriegt alleen jezelf. Op de Gelderlandschool bespreekt de meester de komende CITO-toets. Nou jongens, morgen is de grote dag. Jullie gaan de CITO-toetsen doen. Dus niet zenuwachtig zijn. En je moet goed ontbijten. Dat wij zenuwachtig zullen zijn? Echt niet hoor. Elke maand komen op school een paar zwervers lege flessen ophalen. Hey, kijk deze man. Hey, ja. Is dat een ader? Ja, wat druk, wat lief. Nou jongens, we gaan even de voorbereiding vragen doen van de CITO-toets. Wat is je iets voornemen? Hallo meester. Hey Ari, jullie komen weer lege flessen ophalen. Oh, dankjewel meester. Hallo. Zo, van waar keer die loser nou? We zien ze erg vaak, ze zijn best lief hoor. Ze zwaaien vaak naar ons. Dankjewel meester. Dankjewel. Ja, het zijn gewoon losers hoor. Ja, maar een beetje. Oh god. Het is de ochtend van de CITO-toets en het lijkt erop alsof een aantal kinderen iets van plan zijn. En jongens, hebben we allemaal ons netwerk openstaan? Ja, wacht. Ik moet nog de laatste dingetjes doen. Ja, jongens, ik zit nu ook op het netwerk. Ja, alles loopt hè? Ja. De kinderen waren een netwerk aan het opzetten met hun smartphones, terwijl de andere kinderen zenuwachtig naar het lokaal liepen. Ik denk dat mijn zwakste punt is geweest. Ja, ik denk het ook. Rohan, hoor je mij? Rohan. Nog niet. Aba en Rohan, hoor je mij? Ja, ik hoor je. Lijkt het duidelijk. Wat zijn ze aan het doen? Wat zijn ze aan het doen? Waar zijn ze mee bezig? Volgens mij mag dat niet eens. Nee, volgens mij mag het ook niet. Zee, wat doen jullie nou? Wat doen jullie daar eigenlijk? Als jullie één woord tegen de meester zeggen, dan gaan jullie eraan. Volgens mij waren we aan het vals spelen met de CITO-toets. Ja. Als jullie één woord tegen de meester zeggen, dan gaan jullie eraan. Ja. Hemel. God. In de klas staat de CITO-toets op het punt te beginnen. Jullie mogen nu met de CITO-toets beginnen. De kinderen zijn volop aan het vals spelen. En de andere kinderen vinden dat heel vervelend. Deze kijkers hebben met uit de mond. Kunnen ze daar praten? Dames, op je eigen werk op let, hè? Al heel snel zijn de kinderen klaar met de CITO-toets. Zo, meester, wat zijn jullie snel? Ja, zijn meester, ik zag dat de andere kinderen die super snel klaar zijn, in de bieb oefenen op een site, CITO-site. Dus ik denk wel dat ze hoge scoren krijgen. De kinderen durfden er dus niets over te zeggen. En een paar maanden later was de uitslag van de CITO-toets. Jongens, we gingen een paar maanden lang wachten. Maar nu hier heb ik de uitslag van de CITO-toets. Een paar kinderen hebben de hoogste advies als 550. En ik noem hun namen. Zara, Rohan, Melek en Mujahid. Yes. Eenmaal buiten konden de andere kinderen het niet geloven dat ze door het vals spelen gymnasium waren getest en zijn slechts HAVO. Ja, leuk wat ze doen. Buiten kwamen ze ook de zwervers tegen. Hoe gaat het op school? Het gaat niet echt erg goed op school. Wat is er gebeurd? Die kinderen uit onze klas spelen vals, man. Waarom? Met microfoontjes en zo in met hun wat? Oren, met internet. Dat kinderen zo nog steeds zo dom kunnen zijn. Wij kunnen het weten. Vroeger hebben wij het ook gedaan. En nu, kijk ons, wij zijn nu zwervers. Ja. Twee, drie jaar op het gymnasium volgehouden en dan... Uiteindelijk wordt het toch te veel. Ja, je bedriegt alleen jezelf. Dus jullie hebben ook met jullie CITO-toets vastgespeeld? Ja. En nu hebben we er spijt van. We zijn zwervers. En wat doen jullie nu eigenlijk? Ik ben allemaal. Gewoon een... Ik loop allemaal shows en poseer voor alle topmerken, dus... Ik heb je toch gezien? Ik soms ook in tijdschriften, want ik dacht dat ik je eens een keer zag, maar ik weet echt helemaal niet zeker. Hé meiden, ik heb een reservering gemaakt naast Easy Paris daar zo, die kant op lopen. Daar even een lekker ijsje eten. Moeten we nou die kant op lopen? Daar zitten allemaal zwervers op de grond.
Wacht, rustig. Ik ben het niet de kinderen van onze klas vroeger. Ja, volgens mij is dat Sarah. Ja, kijk goed. Gelukkig hebben we eerlijk gespeeld, man. Ja, ik meen het. Wat een vieze mensen. Goed leven. Kom hier. Wij willen hier. Eén